Hoe kan je deze wedstrijd niet winnen? Ja, ik snap het ook niet. We hebben veel kansen gecreëerd. Ik denk misschien één van de twee penalty. Twee keer een offside goal, misschien geen één offside, maar de andere niet misschien. Ja, oké. Okay. Ja, het zit even niet mee. Dat is even de periode van ons, dat die even niet mee zit. Maar ik denk dat we wel 90 minuten gedomineerd hebben vandaag. En dat was belangrijk naar vorige week toe. We hadden altijd één helft dat we domineerden, maar nu was het de hele match. En dan zie je dat we baas zijn vandaag. Wat werd er gevraagd aan de rust? Want Vincent Vraag gaf ook vaak aan dat Agüimont te vaak naar binnen kwam, wat meer het spel open moest trekken. Wat werd er nog gezegd? Ja, inderdaad. En blijven diep hangen, blijven voetballen van achteruit. En soms kwamen we er goed uit. En Yannick is sterk één op één. En misschien daarom dat hij zegt, blijf goed open. Want ik denk dat hij 1 tegen 1 sterker is dan de rechtse bak van Lokeren. Maar oké, de looplijn waren er. Ik heb zelf ook daar schitterende kansen gecreëerd. Dankzij Xavier in het midden. Jammer dat weer niet binnen gaat, maar oké. Kort daarna scoren we terug. En denk dat we daar vele kansen creëerden. En dat was wel de bedoeling daarvan. Net als op Lommel kreeg je ook een 1-op-1 die goede kans vandaag. Je zegt het al. Was je lucide? Had je een idee wat je ging doen? Ja, ik probeer hem altijd in de verste hoek te plaatsen. Misschien moet ik nu een keer veranderen, want het is nu 2 keer hetzelfde. Misschien was hij niet goed genoeg in de hoek ook. Ja, de keeper pakt. Denk dat hij ook een goede match gekeeperd heeft, die van Lokeren, de keeper. Maar oké, okay, het is jammer. Het is echt zuur. Dat we maar 1 punt hebben vandaag. Conclusie, het was zo één van die dagen. Dat is één van die dagen? Ja, dat het allemaal niet mee zit. Want veel meer kan je niet aan doen, denk ik. Hè? Ja, nee, maar dat geluk gaat terug aan onze kant komen. We moeten blijven verder werken zoals vandaag. En dan komt wel die goals terug en dat geluk. Op naar volgende week. Ja, goed. Ik denk dat we heel erg ontgoocheld moeten zijn over het resultaat. Maar allerminst over de manier waarop we gespeeld hebben. Hè. We hebben hier 90 minuten gedomineerd. We hebben kansen gecreëerd. En goed, het zit voor ons allemaal een beetje tegen. Hè. Elk foutje achterin betalen we cash op dit moment. En we gaan niet echt efficiënt om met onze eigen kansen. We hebben 2 buitenspel doelpunten. En we hebben gewoon een of twee loepzuivere strafschoppen die we niet krijgen. Dus alles zit tegen op dit moment. Die beelden heb je al herbekeken ook? Maar ik heb de beelden gezien van de fase op het einde van de eerste helft. En dat was voor mij een loepzuivere strafschop. De tweede helft heb ik niet gezien, maar vanuit mijn gezichtsveld was het ook een zuivere penalty. Het is zuur, net na die wedstrijd natuurlijk. Jullie hadden die wedstrijd altijd kunnen winnen. Maar ben je enigszins toch een beetje tevreden dat er meer coherentie is, dat er minder afval, minder verschil is tussen de twee helften? Ja, absoluut. Hè. Kijk, hier kunnen we op verder bouwen. Hè. Dit is 90 minuten een heel erg degelijke prestatie. Natuurlijk moeten we er naar streven om geen enkele fout te maken en heel efficiënt met onze eigen kansen om te gaan. Dat is op dit moment niet het geval, maar ik weet wel, als je zo blijft verder spelen, dan keert het weer. Het was goed. Er waren veel kansen. Er was veel druk. Je hadden eigenlijk de wedstrijd onder controle, geruime lange tijd. Toch wilde je Agüimont bijvoorbeeld wat meer. Die kwam wat vaak naar binnen. Je wilde die wat meer op de flank houden. Waren dat dan nog details waar nog meer uit de puurde was? Ja, absoluut. Ik vond dat hij in het begin van de tweede helft, de eerste 10 minuten van de tweede helft, heel veel tussen de lijnen zat. Terwijl dat een beetje tegen zijn kwaliteiten in is. En ik vond ook dat we de openingen niet echt vonden in het begin van de tweede helft. Dus de switch met hem naar de linkerkant heeft ons wel wat meer ruimte en wat meer mogelijkheden gebracht. Volgende week dan maar weer zoeken naar een 3-punter. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, het is blijven vechten, het is blijven doordoen en we zijn op de goede weg. Maar ik om af te ronden toch nog vragen. Je blijft er wel vrij kalm onder, moet ik zeggen. Want er gebeurde wel wat vandaag. Hè? Je valt zelden uit je rol. Ja, maar goed, ja, ik moet mijn rol spelen. En mijn rol is het team ondersteunen en de juiste beslissingen nemen. En als je de pedalen verliest, dan kun je dat niet doen. Dan brandt het toch van binnen? Ja, ik ben zeer erg ontgoocheld over het resultaat. Maar tevreden met wat wij onder controle hebben. En wat wij onder controle hebben, is onze manier van spelen. En dat hebben we uitgevoerd van minuut 0 tot minuut 90. En daarop moeten we verder bouwen. Starten met Henri en Perbet, is dat een optie? Dat is een optie. Succes volgende week. Dank u.